Van der Heijden, welkom bij IJsselmeervogels. Ja, dankjewel. Ja. Ik ben er heel blij mee. Ik ben trots en heel veel zin in. Jij was assistent trainer bij Cambuur. Nu ga je hier aan de slag. Voor mensen die jou niet kennen, kun je iets over jezelf vertellen? Ja, ik ben Sander van der Heijden. Ik ben 37 jaar. Woonachtig in Sneek, geboren in Sneek. 3 kinderen, vrouw. 11 jaar voetballer geweest van Cambuur. 5 jaar bij ONS Sneek, mede topklasse. En 3 jaar assistent trainer bij ONS Sneek geweest en nu ook 3 jaar bij Cambuur assistent trainer geweest. Dus even in het kort heel simpel mijn privé en mijn carrière tot nu toe. Wat voor type trainer ben jij? Nou, ik ben wel een type trainer die... Kijk, ik vind dat voetbal leuk moet zijn. En dat vond ik als speler altijd heel belangrijk en als trainer ook. Voetbal moet leuk zijn voor spelers, voor de spelers zelf en voor het publiek en voor de sponsoren, voor iedereen. Dus ik ben wel een trainer die veel van balbezit uitgaat. En wanneer we de bal niet hebben of verliezen, dat we hem snel mogelijk weer veroveren. Omdat we anders weer een heel veld moeten overbruggen om een doelpunt te maken. Dus ja, ik ben wel iemand die uitgaat van eigen kracht en plezier staat voorop. En als je veel plezier hebt, dan kun je ook makkelijker energie geven wanneer je de bal niet hebt. Dus we kunnen aanvallend voetbal verwachten met jou? Ja, dat is wel absoluut mijn bedoeling. Ja. Dat heb ik altijd gedaan en... Ja, dat zal hier niet anders zijn, nee. Ik las in de krant al wat over dat je graag spelers en supporters dichter bij elkaar wil brengen. Ja, maar ik vind het ook iets normaals eigenlijk. Ik heb ook zelf nooit anders meegemaakt. Je werkt een week bijvoorbeeld naar een wedstrijd toe en je speelt een wedstrijd. En daar komen mensen kijken en je wil iets leuks op de mat leggen. Ook voor jezelf, maar ook voor de mensen. En daarna is het ook... Dan is er ook een stukje gezelligheid moet het zijn, hè? Binnen een club met supporters en sponsoren en alles wat de club een warm hart toedraagt. En daar hoort ook een biertje bij na die tijd en even kletsen over de wedstrijd. En het is heel makkelijk om, als je gewonnen hebt, om even bij de supporters langs te gaan in de kantine. Maar ik denk dat het juist normaal is om gewoon na een wedstrijd altijd eventjes bij te kletsen met alles en iedereen eigenlijk. En je kan heus niet 1000 mensen kan je te woord staan, dat begrijp ik ook heel goed. Maar je kan wel je gezicht laten zien met z'n allen en uitstralen dat je er alles aan hebt gedaan en dat het ook gezellig moet zijn. Heb jij je al een beetje kunnen verdiepen in de spelers? Nou, ik heb op internet heb ik wat gezocht, ik heb wat samenvattingen bekeken vandaag met de derby ga ik ook aandachtig kijken natuurlijk. En dan heb je toch een beter beeld. Samenvattingen zie je toch meestal de hoogtepunten van wedstrijden. En dan kan je wel kleine dingetjes kan je eruit halen, maar... Kijk, vandaag kan ik wel een beter beeld krijgen van de groep. En vanaf maandag is het volledig focus en erg bezig met jongens en met het systeem. En jongens individueel en details. En ja, goed, daar heb ik gewoon heel veel zin in. En dus de hele groep, ik ken ze nog niet allemaal. Hè, en ik weet ook niet precies alle kwaliteiten en tekortkomen. Maar daar komen we snel achter en daar gaan we mee aan de slag. Dus dat is, dat is leuk en daar heb ik zin in. En dan mag je hier vandaag aanwezig zijn bij de derby. Wat vind je daarvan? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem nog nooit meegemaakt. Dus deze derby heb ik nog nooit meegemaakt. Dus dat is wel, dat vind ik leuk. Het is heel druk al. En mooi om te zien. Ik heb in Friesland natuurlijk Cambuur Heerenveen die derby meegemaakt. En dat is ook een aparte happening. Maar dat proef je nu hier ook al. Op het moment dat ik kwam hier aanrijden met mijn vrouw. En dan is het al zo druk. En dan Je voelt gewoon dat het leeft en het ademt voetbal en ook een beetje strijd onderling. En dat moet ook, dat mag ook. En ja, ik heb er wel heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe het hier aan toe zal gaan. Veel plezier vanmiddag en succes volgende week. Ja, dankjewel. Jullie ook.